Meerten Zegers van het Stedelijk Museum Schiedam is stadsprogrammeur. En vanavond komt de visite. Wat gaat er gebeuren vanavond, Meerten? Ja, klopt. We gaan vanavond wijken welkom vieren samen met Schiedam Zuid. Dus... En wat is dat voor feest? Nou, dat is een buurtfeest. Dus alles komt uit de wijk. De hapjes, de muziekoptredens, de dansoptredens en natuurlijk de feestgangers. En de aankleding en nog veel meer. Is dit de eerste keer of is het al vorig jaar begonnen? Nou, we zijn 2 jaar geleden begonnen. Dat was toen na de heropening van het museum. En eigenlijk was dat zo leuk. We hebben toen 6 keer feest gevierd voor alle wijken van Schiedam. En toen dachten we moeten dit opnieuw doen. Dus vandaar dat we dit jaar weer 6 feesten organiseren. Elke keer weer voor en door een wijk. Nou kan je feest natuurlijk leuk maken door allerlei dingen daarin te brengen. Wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Nou, een heleboel. Wel bijzonder voor vanavond is de energiebingo van Energie Schiedam. Maar we hebben ook Popcorn Pleasure die gaat optreden. We hebben een breakdance optreden van 010 Hip Hop. Nou, nog veel meer. We hebben bijvoorbeeld workshops. We hebben rondleidingen in het museum. Er is een koor van Oekraïense Schiedammers. Die gaan in het Nederlands optreden. Dus ja, ik heb er super veel zin in. Wat is nou het verschil tussen alle wijken die jullie ontvangen? Elke wijk heeft echt zijn eigen karakter. Dus geen één feest is hetzelfde. En ja, het zijn echt de Schiedammers die het een eigen feest maken. Dus de ene wijk heeft heel andere hapjes dan de ander. Heel andere muziek. Dus ja, elke keer is weer een verrassing. De wijk Zuid is op bezoek in het museum. Mieke Wiegmans van JNS. Mieke, hoe ben jij betrokken bij dit project? Ja, bij dit mooie project. Hè? Nou, wij worden altijd wel ieder jaar gebeld door het museum. Wat gaan we doen dit jaar? En ja, wij vinden het leuk om onze senioren mee te nemen. Dus ook dit jaar weer met een bus vol. Ik denk wel 40 man. Mensen die meekomen, zijn die dan geïnteresseerd in het museum of in het feestje? Nou, het is een mix. Ze zijn heel erg geïnteresseerd in het feestje. En het blijven senioren, dus ook het ijsje. Dus ook de lekkere hapjes en de drankjes is ook heel leuk. Maar ze gaan ook het museum door, want ze komen hier niet snel of gauw. En... Kom je zelf als in het museum? Ja, ik kom wel vaak in het museum. Zeker met de mooie projecten die ze organiseren, want ik vind het gewoon een topmuseum. Een echte Goorzenees of een Goorzenaar, wat is het eigenlijk, Mari? Iemand die geboren en getogen is in Zuid, in de Gorzen. En iemand die een stukje import, zoals ik ben ook. Wij wonen al weer 25 jaar in de Gorzen, dit jaar. Maar Liesbeth, mijn vrouw, die is geboren en getogen Gorzenees. Als ik het goed zeg, wil jou willen. Ja, maar wat vind je dit voor avond? Is dat leuk voor de wijk? Nou, ik vind het leuk voor de wijk. Het verbindt de wijk. Met het centrum, maar ook met het museum en de kunst en de cultuur. En dat is gewoon kunst en cultuur is erg belangrijk voor mensen. Belangrijk is dat de mensen dus naar het museum toe komen, maar dat ook de kunst naar de mensen toe komt. Omdat heel veel mensen zijn kunstzinnig. Dat hebben ze ook op de een of andere manier laten blijken thuis. Met dingen hangen, neerhangen, dingen maken. Mari, wat kan je zeggen over Schiedam-Zuid op dit moment? Hoe is de stand van zaken in de wijk? Het is ook een wijk in ontwikkeling die enerzijds dat weer gebouwd gaat worden. Er komt wat bij. We zijn in afwachting van de ontwikkeling van Zwembad Zuid, waar ik nog steeds van hoop dat het project zoals dat aangedragen is gefinancierd kan worden. En dat de wijk zich... vermengt ook met andere mensen van buiten onze wijk. En dat we zo met elkaar die samenleving moeten zoeken die goed is om de toekomst met elkaar in te gaan. Even 2 korte vragen, Mari. Het barbecue op de Maasboulevard? Ik vind dus, ik heb van de week aangegeven, er zijn 3 pijlers. Dat is goede communicatie met de mensen. Goede voorzieningen moeten er komen en er moet handhaving zijn en komen. En als een van die 3 pijlers ontbreekt, dan blijft het een probleem. 2e vraag, Mari. De orgelman dreigt te verdwijnen. Hele toestanden, honderden dan wel duizenden mensen hebben al gereageerd. Hoort een orgelman thuis in de wijk Zuid? Ja, niet alleen in de wijk Zuid. De orgelman hoort thuis in de wijk Zuid.
maar ook in Schiedam, omdat het een stukje cultuur is wat bij onze stad hoort.